Ben je op zoek naar een nieuwe stretchje van Nash, maar weet je nog niet goed welke? Blijf dan kijken. Ik ben Rogier van Kaapwild.com en in deze video vertel ik je alles over de verschillende soorten Nash stretches. Nash staat al jarenlang bekend om een van de betere stretches op de markt. Ze hebben een ruime keuze en dat is af en toe natuurlijk nog eens lastig om een goede keuze te maken. Allereerst hebben ze het standaard Nash Tackle model. Dit is gewoon een standaard bedje in een standaard formaat, maar dit jaar ook in een wideboy formaat. Deze is gewoon standaard uitgevoerd, geen slaapzak, gewoon een normale matras, wel voorzien van de vliesvoering. Maar verder moet daarbij gewoon nog een slaapzak aangekocht worden om gewoon gebruik te kunnen maken van de Nash stretches. Het luxere variant zijn de Indulgence bedden. Zoals hier de nieuwe All Season bedden. En wil je een nog luxere variant, dan heb je de MF60. Dit bed is zelfs voorzien van een memory foam matras, waarvoor zorgt voor een extra goede comfort tijdens je nachtrust. Alle Nash bedden zijn natuurlijk voorzien van springlokpoten. Een extra matras. De All Season heeft gewoon een 4 tot 5 seizoenen. En de MF60 is voorzien van een 5 seizoenen slaapzak die je ook nog kunt verdelen in een 2 tot 3 en een compleet 5 seizoenen slaapzak. De Nash bedden zijn uit te breiden met verwarmde dekens, beschermers voor de matras zelf, extra shrouds die tevens waterdicht zijn, zowel in de winter als in de zomeruitvoering. En uiteraard ook nog verschillende bedje bags, zodat je je stretchje gewoon altijd goed en makkelijk schoon kan vervoeren. Waar jij naar op zoek bent, is natuurlijk gewoon goed kijken van hoe zit mijn visserij eruit. Vis ik vooral korte nachtjes in de zomer of vis ik het hele jaar door, zowel in de winter, herfst, noem maar op. Dan is het misschien handig om een wat luxe bed aan te schaffen. De meest luxe modellen, de MF60, zijn zeer populair gebleken. Zijn ook uitvoerbaar in verschillende uitvoeringen. Je hebt een compact model, de SS3 is dat. Dan heb je het SS3 normale, standaard model. De SS4, dat is een eentje met een extra poot. En daarbij zijn ze allebei ook nog leverbaar in de wideboy en in de standaard formaten. Geldt hetzelfde voor de all-season bedden. Alleen de all-season zijn voorzien van een schuimmatras. Dus niet de kenmerkende memory foam, maar een schuimmatras. Wel de warme slaapzak. Enkel laags, maar warm genoeg voor zeker 4 seizoenen vissen. De binnenzijde uiteraard de kenmerkende baffles. Dat wil zeggen, je kunt gewoon met de rits open slapen. De baffle houdt de warmte gewoon in de slaapzak. En uiteraard gewoon de zwenkbare moddervoeten, zodat je je bed altijd gewoon comfortabel recht neer kan zetten, zodat je gewoon een goede nachtrust hebt. Kortom, verschillende bedden. De Nash Tackle, het goedkoopste model, gewoon standaard zonder slaapzak. Dan heb je de nieuwe All Season bedden, een iets luxere variant met een schuimmatras en een 4 seizoenen slaapzak. En aan het meest luxe model, de MF60 5 Seasons. En daarbij ook nog in verschillende uitvoeringen. In de 3-poot, de 4-poot, het compact model en zelfs een 1,5 Emperor model. Heb je nog vragen naar wat voor stretch je nou het meest geschikt is voor jouw visserij? Kijk dan eens rond op de verschillende modellen. Kom je er niet uit, bel of mail naar de winkel en wij gaan kijken naar het juiste model Nash stretchje